Het mag niet en het is gevaarlijk, maar er kruipen toch regelmatig mensen onder invloed achter het stuur. Eerst was vooral alcohol de boosdoener, maar drugs is ook steeds vaker een probleem. Stapt de Tilburger wel eens onder invloed in de auto? Nooit. Nee, ik drink geen alcohol. Nou, niet met een glaasje te veel, wel met een glaasje. Hooguit één glaasje. Nee, dat zal nooit gebeuren. Onverantwoord. Nee. In Nederland mag je met ongeveer 2 glazen op nog deelnemen aan het verkeer. Wat vindt u daarvan? Maar er zijn mensen die ook 2 glazen niet kunnen hebben. Het ligt er ook een beetje aan wat voor glazen het zijn. Als je 2 biertjes drinkt of 2 mixdrankjes of cocktails, vind ik nog wel een verschil. Ik vind het een goede regel, omdat ik ook merk in mijn vriendenkring en mensen om mij heen dat mensen toch wel gevaarlijk worden in het verkeer. En ik stap ook niet bij iemand in de auto die meer dan 2 glazen op heeft. Want je weet nooit wat er gebeurt en je reactievermogen is vaak wel veel langzamer. Alcohol vertraagt je reactievermogen. Ik vind dat niet. En bij de een zal het misschien sneller gaan dan bij de ander. Verkeersveiligheid is het belangrijkste. En dan gaat het in eerste instantie misschien dat je zelf een risico loopt, maar als je een ander in gevaar brengt, is het natuurlijk nog veel en veel erger. Ik vind met alcohol, je brengt jezelf en zeker andere mensen in gevaar en dat kan niet. Er zijn steeds meer middelen die gebruikt worden, even los van wat je daarvan vindt, maar daar moet zeker op gecontroleerd worden. Ik denk dat het erger is om met andere middelen op te rijden dan met alcohol eigenlijk. Alcohol zijn we wat meer gewend of zo, ik weet niet. Maar met andere middelen, ja, dat moet je eigenlijk gewoon niet doen. Sowieso niet met te veel alcohol op, ook niet hoor. Maar wel helemaal niet met nog andere middelen. Nee, lijkt me geen goed idee. Ja, als je niet goed kan focussen op de weg, dan kan het zijn dat je een ongeluk komt. Dat wil overkomen natuurlijk. Alles wat je op hebt, wat ja, schade of reactievermogen vermindert of wat dan ook, moet je niet in het verkeer nemen. Mensen hebben zelf het besef denk ik niet op het moment dat je gewoon gevaarlijk bent voor jezelf en ook voor anderen. Heel goed, want andere middelen die kunnen net zo goed je rijvaardigheid beïnvloeden. Er zou veel harder tegen tekeer gegaan moeten worden. Je hoort steeds meer over allerlei drugs en dat is niet altijd te zien aan de mensen. Dus ik vind het heel goed dat het getest wordt. Ik ben wel eens de Bob, komt niet heel vaak voor. Maar mijn vrouw die vindt het minder erg om de Bob te zijn dan dat ik dat vind. Zal ik eerlijk zeggen, ik ben altijd de Bob. De Bob, wat betekent dat? Ik ben altijd de Bob. Wij spreken het af wie de Bob is. En zelf geef ik niet zoveel om alcohol, dus ik ben altijd de Bob. Of mijn vrouw rijdt, ik rijd heen en mijn vrouw terug. Niet drinken, geen drugs, geen lachgas, dat is het beste. Ik rijd dan met 2 drankjes op, maar als ik word aangehouden, dan kan ik alsnog goed de lul zijn. Maar ja, dat weten we niet.